En na een dag, na één dag actie te hebben gevoerd, zullen de boot- en bushouders van het Nationaal Vervoerbedrijf morgen weer hun diensten verlenen aan de gemeenschap. Iwan Woon, ondervoorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, zegt dat er actie is gevoerd omdat de leden niet meer uitkomen met hun geld. Het bedrag dat de bus- en boothouders krijgen van de overheid is sinds de verhoging van de brandstofprijzen niet meer toereikend. Er is vanmorgen een overeenkomst bereikt met minister Albert Jubitana van TCT. Hij is toen met een voorstel gekomen van luister nou. Als trouwens wij zijn gezamenlijk tot het voorstel gekomen hoor. Om tenminste alvast de reguliere betaling over januari, want dat zou eigenlijk eind februari of feit moeten zijn, dat wordt dan betaald tegelijkertijd met een voorschot die wij hebben gevraagd. Een voorschot waardoor dat zaakje, als dat zaakje dan morgen al, er is een beroep gedaan op het NVB, laten we dat duidelijk stellen, NVB. Het NVB heeft dan gekeken als ze bij machten is om die twee zaken, dus de reguliere betaling en de voorschot, als ze aan daaraan kunnen voldoen, dan zijn we dan bereid om dat zaakje even op te schorten. We gaan niet opheffen, we gaan opschorten. Want als na die twee weken blijkt dat zaken hun beslag niet hebben gehad, dat zijn we weer in actie. Woon zegt dat met de minister niet alleen gesproken is over de verhoging van de brandstofprijzen, maar ook over andere problemen waarmee de OBS al een hele poos kampt. We hebben gesproken over de achterstallige betalingen aan bus- en boothouders. Mensen zijn tot 2,5 jaar nog niet eens betaald voor diensten die ze hebben verleend aan het NVB, dat soort zaken. De COVID uitkeringen die moeten plaatsen, voor alles en nog wat. En door te praten met de minister, heeft gevraagd naar een ruimte van tenminste 2 weken om zaken die hij sowieso in orde kan maken, om die in orde te maken, toch? En ik heb toen gezegd van, maar wat gebeurt er dan met ons? Want we hebben geen geld om te tanken, om zaken te doen. Dat is dus Iwan Woon, hij is ondervoorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname. De organisatie verwacht dat morgen de betaling over de maand januari plaatsvindt en dat een afgesproken voorschot wordt uitbetaald.